Goedemorgen, van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u er allemaal bent, hier in de kerk of thuis voor uw televisie. Fijn dat we allemaal samen zijn en dat we erop mogen rekenen dat ook God met ons is. Het is tenslotte zijn liefde die ons bestaan omringt. Zijn heil dat ons een doel en houvast schenkt. Daaraan ontlenen we ook het thema van deze dienst, met een citaat uit de eerste brief van de apostel Johannes. God is liefde. We wensen elkaar een gezegende dienst toe. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand aan ons begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Bidden we ons drempelgebed. Sterke en liefdevolle God, alles wat ons in de weg staat om een mens van u te zijn, weer dat van ons af. Laat niets of niemand ons verhinderen om in alle vrijheid u van dienst te zijn. Amen.
Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laat ons bidden. Gij die de wereld gemaakt hebt om een plek te zijn van vrede en inzet voor elkaar, wij bidden u voor allen die nog steeds te lijden hebben onder oorlog en geweld. Voor allen voor wie angst en dreiging een dagelijkse werkelijkheid is. Voor allen die opgroeien in gebieden waar een mensenleven niet in tel is. En we bidden u om ontferming. Gij die de wereld gemaakt hebt om een plek te zijn van recht en gerechtigheid. Wij bidden u voor allen die nog steeds worden geconfronteerd met onrecht en bedrog. Voor allen voor wie eerlijke kansen een onbereikbare utopie zijn. Voor allen die niet tot hun recht komen, omdat ze machteloos en onaanzienlijk zijn. En we bidden u om ontferming. Gij die de wereld gemaakt hebt om een plek te zijn van heelheid en genezing. Wij bidden u voor allen die nog steeds hunkeren naar een gezonde leefomgeving. Voor allen voor wie schone lucht en drinkbaar water onbereikbaar zijn. Voor allen die leven op de afval hopen van onze welvaartsmaatschappij. En we bidden u om ontferming. Omdat gij ons aanspoort om uw gaven met elkaar te delen en uw liefde zichtbaar te maken aan elkaar, roepen wij tot u. Heer, ontferm u over deze wereld. Heer, ontferm u over ons. Amen.
bidden we het gebed van deze zondag. God, Gij enige, die uw naam wilt heiligen onder ons mensen, door vrede en welzijn te schenken. Open ons hart voor het woord van de mens door wie Gij tot ons komt en die ons, u en onze naasten, heeft leren liefhebben. Jezus Messias, uw Zoon, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Goedemorgen allemaal, ik ben Greetje Minke en ik kom van de kerk van Hasselt en ik kom jullie in het kort iets vertellen over mijn ervaring in Rwanda. Het was mijn tweede deelname aan Kapkamp en net zoals in Zuid-Afrika eentje om niet te vergeten. Hier ziet u het Belgische team. Het was een diverse groep, waaronder vier Rwandese Belgen. De andere deelnemende landen waren Zuid-Afrika, Duitsland en Rwanda zelf. Het thema leest u hier, God of Life, Lead Us Into Peace, Justice, Unity and Reconciliation. Dit thema sluit goed aan bij de situatie van het land nu, 18 jaar na de genocide. Zo hebben wij projecten bezorgd. Eén project was een project waarbij daders en slachtoffers van de genocide samen een koe verzorgen. En als de koe dan een kalfje krijgt, schenkt het slachtoffer het kalfje aan de dader als teken van vergeving. Ik vond het een symbolisch heel mooi project. Het was ook een project georganiseerd vanuit de Protestantse kerk in Rwanda. Ik heb zelf ook gesproken met een vrouw en ze zei dat ze het heel moeilijk had met eigenlijk vergeving vragen aan de dader. Maar nadat ze dit formulier had gezien ergens, heeft dat haar eigenlijk geholpen om toch vergeving te vragen. We hebben ook de Memorial en het Nationaal Museum van de Genocide bezocht. Ik vond het zeer aangrijpend, maar het heeft me wel een beter beeld gegeven over de catastrofe die zich moet hebben afgespeeld in 1994 in het land. Projecten waar we een symbolische bijdrage aan hebben geleverd is het helpen opbouwen van een schooltje in Kabuga en het leggen van de fundering van een pastorie in Rubengera. Verder hebben we één dag geholpen aan community service. Community service is eigenlijk een soort van project waarbij een heel dorp samenkomt om samen te helpen opbouwen van een schooltje. Zelfs het leger en mensen die een hoge titel bekleden in Rwanda steken hun handen uit de mouwen om hieraan mee te helpen. Het viel me heel erg op de samenhorigheid tussen de mensen. Verder hebben we weeshuizen bezocht. Gespeeld met de plaatselijke jeugd. En we hebben veel kerkdiensten bijgewoond, wat altijd een zeer langdradige, maar wel heel swingende boel was. Om even op adem te komen, hebben we twee nachten verbleven aan het Kivumeer, een prachtig meer op de grens met Congo. Opvallend was dat de plaatselijke bevolking niet zwemt en zelfs vaak bang is van het water. Het waren dan ook vooral de Europeanen die een duikje waagden. Ook hebben we één dag het Akagera Nationaal Park bezocht, in het noordoosten van Rwanda, op de grens met Tanzania, waar we veel mooie dieren hebben gezien. Kortom, het was een zeer interessante en boeiende reis die mijn geloof heeft versterkt en mijn visie op de wereld heeft verruimd. En wat me vooral is bijgebleven van de Rwandezen is hun zachtaardigheid, gastvrijheid en een kracht die ze halen uit het geloof. Hartelijk dank voor jullie aandacht. De kinderen mogen nu met Hermien mee naar boven gaan voor hun eigen verhaal en hun eigen verwerking. De eerste schriftlezing vandaag komt uit het boek Leviticus. Ik lees u van het 19e hoofdstuk, de versen 1 en 2 en 19 tot 18. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt,
Oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet, bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer, zei de Heer. Onze tweede schriftlezing komt uit Marcus, hoofdstuk 12, de verzen 28 tot 34. Een van de schriftgeleerden die naar hem geluisterd had, terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister, Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: hebt uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en alle andere offers. Jezus vond dat Hij verstandig had geantwoord en zei tegen Hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Tot zover. Yeah.
Gemeente van Christus, vandaag is het wapenstilstandsdag. Al bijna 100 jaar lang gedenken we dat na een verwoestende oorlog de wapens zwegen en dat er een einde kwam aan de ergste verschrikkingen die de wereld gekend had. Nooit weer zoiets, zeggen we dan. En we menen dat ook. Maar het betekent niet dat er sindsdien nooit meer iets ergs is gebeurd. Ook na 1918 is de wereld geen paradijs geworden, zonder geweld en dreiging en vernietiging. Integendeel, na de Eerste Wereldoorlog volgde nog een tweede. En na de volkerenmoord op de Assyriërs en de Armeniërs in die oorlogsjaren volgden nog andere verschrikkelijke genocides. Sommigen dichtbij, bijna onder onze ogen, anderen ver weg. Ze vormen nog trauma's in de levens van mensen. Ze vormen nog littekens in het geheugen van de wereldgemeenschap. Toen we deze zomer met de jongeren van het Kapkamp in Rwanda waren, hebben we in Kigali een museum bezocht dat aan al deze slachtingen is gewijd. Je wordt er stil van. Zoveel gruwelen als er in de laatste 100 jaar zijn gebeurd. Het tekent de 20e eeuw als een eeuw van bloed. Van de strijd tegen de herero's in 1904 die 100.000 slachtoffers eiste, via de miljoenen doden in de Armeense genocide, de vernietigingskampen in de Tweede Wereldoorlog, de vermoorde politieke tegenstanders van Pol Pot in Cambodja, de Tutsis in Rwanda en de slachtoffers van de Bosnische Burgeroorlog. Je zou haast denken dat dat allemaal onvermijdelijk is. Dat het nu eenmaal deel is van de menselijke natuur en dat het daarom iets van alle tijden zal zijn. Een doem, een duister lot dat met het mens zijn is gegeven. Een weeffout die het mensen onmogelijk maakt om goed te doen en zich in te zetten voor elkaar. En toch vind je ook in elke tijd en op iedere plaats mensen die het tegendeel laten zien. Die tegen de stroom inroeien. Die tonen wat het betekent om voor elkaar in te staan en voor elkaar op te komen. En die daarvoor de inspiratie en de kracht ontlenen aan hun geloof in de mens die ons God naderbij gebracht heeft. En aan het evangelie dat in zijn naam is verder verteld. Het goede nieuws dat het ook anders kan met ons. Telkens weer hebben mensen zich laten raken door wat hij zei en deed, deze Jezus van Nazareth. En zijn ze zo zelf tot een goede boodschap geworden voor de mensen om hen heen. Enkelingen die stand houden in de storm die om hen heen woedt en die zo tot een bewijs worden dat er een alternatief is, een begaanbare weg. En ook al nemen zij minder plaats in de geschiedenisboekjes dan alle veldslagen en moordpartijen, ze zijn er niet minder belangrijk om. Want als christenen geloven we dat hun levenshouding toekomst heeft, waar de wapens ooit voor goed zullen moeten zwijgen, de zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegijzers. Zij zijn bakens langs de weg die in Christus zijn oorsprong vindt, de weg van waarheid en leven. Als protestanten kennen wij dan wel geen speciale heiligen en geloven we niet dat wie dan ook zonder fouten is. Maar er zijn tenslotte wel gestalten in de geschiedenis die anderen hebben geïnspireerd en die ook voor ons een bron van inspiratie kunnen zijn. Een van hen is Martinus van Tours, wiens naam voorgoed aan de datum van 11 november is verbonden. Het is geen christelijke naam, Martinus, maar hij verwijst naar de Romeinse oorlogsgod, Mars. Martinus was dan ook soldaat in het Romeinse leger rond 350 na Christus. Maar dat is niet de reden dat hij bekend werd. Het verhaal gaat dat hij in zijn jeugd met het christendom in aanraking was gekomen.
En toen hij voor de stadspoort van Amiens een bedelaar ontmoette, gaf hij hem de helft van zijn mantel. Zo letterlijk nam hij de regel uit de Bijbel die we vandaag lazen. God liefhebben met heel je kracht en de naaste als jezelf. Natuurlijk zijn er allerlei legenden rondom Maarten ontstaan. Of die waar zijn of niet, kan ik niet zeggen. Maar in ieder geval is hij een goed voorbeeld geworden van wat het betekent om christen te zijn. En zijn naam is symbool geworden van een christelijke levenshouding en als zodanig aan veel christelijke jongetjes doorgegeven. Een van hen was Maarten Luther, de Duitse monnik die een kleine 500 jaar geleden het waagde om de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk aan de kaak te stellen en die zo aan de wieg stond van het protestantisme. Hij bracht de moed op om het op gezag van de Bijbel tegen de kerkelijke hiërarchie op te nemen en een andere weg te wijzen, waarlangs de dienst aan God beter tot zijn recht kwam en met de gewone mensen meer rekening werd gehouden. Ook Luther was geen volmaakte mens en de protestantse kerk die hij stichtte pretendeert ook niet een volmaakte kerk te zijn. Maar ze doet wel haar best om bij alle vragen die op haar pad komen zich niet simpelweg te baseren op de gevoelens en de inzichten van mensen, maar telkens terug te vragen naar wat het woord van God erover zegt. En dat in de loop van de tijd wel eens verschillend kan worden uitgelegd en dat er dan opnieuw strijd moet worden geleverd om de eer van God en de waardigheid van mensen tot hun recht te laten komen, dat heeft de protestantse dominee Martin Luther King terdege ondervonden in zijn geweldloze inzet voor gelijke rechten voor de zwarte bevolking in de Verenigde Staten, nu zo'n 50 jaar geleden. Zijn woorden klinken nog na in de harten van mensen. Zijn droom leeft voort, ook al betaalde hij zelf met zijn leven voor zijn inzet. Martin Luther King... ze hebben allemaal op hun eigen manier invulling gegeven aan de grootste van de geboden. God lief te hebben met alle inzet en de naaste als zichzelf. En daardoor zijn hun namen nu nog gekend. En zijn zij zelf monumenten van wat het betekent om meer dan het gewone te doen. Ook als je daarvoor tegen de stroom in moet roeien. Bewijzen dat het anders kan en dat het anders moet. Zij hebben dat wat we vandaag in de Bijbel lazen concreet gemaakt in hun eigen leven, ieder op zijn eigen manier. En nu is het onze beurt om op die weg verder te gaan. Om ons te laten raken door de liefde die God voor ieder van ons koestert. En die te beantwoorden door ons voor Hem en voor elkaar in te zetten. Want de liefde voor mensen gaat niet buiten God om. Zorg voor elkaar is geen bijzaak bij het geloof. Juist omdat de Heer ons allemaal graag ziet, verdraagt Hij het niet als wij met onverschilligheid of zelfs haat elkaar behandelen, een ander als minderwaardig beschouwen, het leven niet gunnen. Dat doet hem pijn, zoals het een vader pijn doet als zijn kind gekwetst wordt. En daarom vraagt hij van ons om zorg te dragen voor onze naasten. Dat begint dicht bij huis. De manier waarop we omgaan met de leden van ons gezin of met de mensen in onze straat zegt veel over wat we belangrijk vinden en wat we voor anderen over hebben. Maar het stopt niet bij de grenzen van de familie. Is niet beperkt tot onze vrienden, de mensen die we graag mogen, ons eigen volk of ras. Niet onze eigen criteria zijn doorslaggevend, maar de manier waarop God naar mensen kijkt. En voor Hem zijn we allemaal van belang. Daarom bindt Hij ons ook op het hart om niet alles naar onszelf toe te halen, maar met minder genoegen te nemen dan datgene waar we recht op hebben.
zodat er ook voor anderen genoeg overblijft om van te leven. Dat lazen we in onze eerste Bijbellezing. En dan blijkt dat dat woordje naaste ruimer is dan wij misschien wel zouden willen wensen. Dat het uiteindelijk op iedereen slaat. Iedereen die mij aanziet en een beroep op mij doet. Of dat nu van dichtbij is of van veraf. Omdat door de ogen van die ander God zelf mij om een antwoord vraagt. Zoveel heb ik jou gegeven. Wat heb je nu voor mij over? Voor mijn kind dat in nood is. Onze naaste is iedereen die ons aanziet en een beroep doet op onze broeder of zusterschap. Dat is dan ook de reden dat onze protestantse kerk zoveel internationale contacten heeft. Dat ze deel uitmaakt van een reeks internationale netwerken van kerken die elkaar helpen en ondersteunen. Die ervoor zorgen dat het geld dat wordt gegeven voor de opbouw van het land en de gemeenschap daar terechtkomt waar het echt nodig is. En die mensen uitsturen om hun kennis met elkaar te delen, zodat niemand van een ander afhankelijk hoeft te blijven. Want zorg voor elkaar is niet maar simpelweg een opdracht die met het mens zijn is gegeven. Het is een godsdienstige plicht, een roeping van Gods wegen om elkaar tot broeders en zusters te zijn. Om elkaar niet te laten vallen, omdat onze hemelse Vader ons niet loslaat. Om elkaar lief te hebben, omdat wij allemaal hem ter harte gaan. Als we zo leven, laten we zien dat het anders kan. Dat het niet vanzelfsprekend is om mee te doen met de trends in de samenleving, waar iedereen vooral voor zichzelf zorgt en alle mensen tot elkaars vijanden en concurrenten worden. Dan laten we zien dat er een ander verhaal verteld kan worden dan de geschiedenis van oorlogen en veldslagen, van moord en doodslag. In het spoor van hem die in Gods naam naar ons toegekomen is, Jezus van Nazareth, zijn ook wij geroepen om een tegenwicht te bieden tegen alle negativisme en onverschilligheid in de wereld. Om in al onze onvolkomenheid een teken te zijn van die God die alle mensen met zijn liefde tegemoet treedt en die ons oproept om die liefde te beantwoorden door onze naaste lief te hebben als onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Laat ons danken en bidden. Heer onze God, wij danken u dat gij om ons geeft. Wij danken u dat uw liefde ons omringt, dat we uw zorg mogen ervaren van dag tot dag. Wij danken u dat gij ons als uw kinderen aangenomen hebt, dat wij u mogen aanspreken als onze Vader en dat wij uw liefde verder mogen dragen als levende bewijzen van uw genegenheid voor mensen. We danken u dat we voor u mogen uitspreken al wat ons bezighoudt aan vreugde en blijdschap en aan zorgen en verdriet. We danken u dat we onszelf en deze wereld van ons aan u mogen toevertrouwen, omdat wij van u zijn en ook de wereld aan u toebehoort. Daarom bidden we u voor alle mensen die u nodig hebben, voor allen die u zoeken in de verwardheid van het bestaan en die geen grip kunnen krijgen op het leven, dat gij hun grond onder de voeten geeft. Voor allen die te kampen hebben met onvrede en onvrijheid, dichtbij of veraf, dat gij u zult laten kennen als de bevrijder die ruimte schept, dat gij zelf wegen zult wijzen die toekomst hebben. Voor allen die een leven lijden van honger of armoede, omdat ze op de verkeerde plek geboren zijn, dat gij allen zult leren om eerlijk te delen en elkaar het goede te gunnen. Voor allen die te lijden hebben onder ziekte of gebrek, die gebukt gaan onder de gevolgen van hun leeftijd, dat gij hun kracht en heelheid wilt schenken en de zekerheid van uw liefde, die sterker is dan alle nood en dood. Voor de jongeren van onze kerken in Europa en Afrika en overal ter wereld, dat zij een teken van hoop zullen zijn door hun enthousiasme en engagement. Voor de slachtoffers van de overstromingen in en rond New York en voor de mensen in Rwanda die proberen om de trauma's van de genocide te boven te komen en die nu te kampen hebben met een droogte die de oogst bedreigt. En voor allen daar en hier die geroepen zijn tot verantwoordelijkheid in kerk en samenleving, dat ze de juiste besluiten zullen nemen, de keuzen die in het belang zijn van de mensen die hun zijn toevertrouwd. Voor ons allen bidden wij, door u aangesproken en geroepen om u lief te hebben met alle inzet en onze naaste als onszelf. Leer ons wat het betekent om elkaar met uw ogen aan te zien en het goede te zoeken in en voor elk ander. Gij die alle mensen wilt bijeenbrengen in uw koninkrijk, we danken u voor uw genade die verschenen is onder ons, Jezus, uw Zoon. Geef ons de kracht en de blijdschap om u en elkaar lief te hebben met heel ons hart, opdat het aangezicht van de aarde wordt vernieuwd, vandaag en alle dagen van ons leven. In de stilte vertrouwen wij u toe wat er leeft in ons hart. Zo bidden wij u, Heer onze God, in de naam van Jezus Christus, onze Heiland, die ons dit gebed tot u leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In Rwanda heeft het christendom een andere plaats dan bij ons. Overal in het straatbeeld kom je verwijzingen tegen naar God. Op motorfietsen, auto's en de namen van winkeltjes. De kerken spelen een belangrijke rol in onderwijs en gezondheidszorg. Kerkgebouwen zijn een ontmoetingsplaats en een centrum van gemeenschap. In ons zusterdistrict Itabire zijn verschillende gebieden waar een duidelijke behoefte is aan zo'n kerkelijk centrum. Busango is er één van. De mensen daar hebben net zo lang gespaard tot ze konden beginnen bouwen. Ze gebruikten daarvoor het lokale bouwmateriaal, blokken van in de zon gedroogde klei. Maar toen ze aan het dak toe waren, is het misgelopen. De muren stortten in, met als gevolg dat er 2 mensen de dood hebben gevonden, terwijl nog 10 anderen gekwetst werden. Het is niet zo vreemd dat de overheid hen nu heeft verplicht om met bakstenen en cement te werken. Maar dat zijn dure bouwmaterialen. Het gevolg is dat de mensen van Busango nog 5 tot 10 jaar moeten sparen om het geld voor hun kerk bij elkaar te krijgen. En dat terwijl de streek tot de armste gebieden van Rwanda behoort. Daarom hebben ze aan ons gevraagd om een handje toe te steken, zodat zij een plek hebben om samen te komen en een echte gemeenschap te vormen. Een vraag aan ons om te delen wat God ons gaf. Om een teken te zijn van zijn liefde. Aan het einde van deze dienst wordt voor dit doel gecollecteerd. Doet u mee? Thank you.
Gaat dan heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.